Een hele goede morgen, beste YouTube-kijkers van De Stofjes. Vandaag weer hard gelopen, zoals normaal. 2 weken geleden, voor het laatst. Vorige week door een omstandigheid met mensen die het gevolgd hebben bij de vorige zondagmorgen vlog. En later volgens mij ook nog de normale vlog meegekregen. Vorige week was ik mijn band kon ik nergens vinden. Ik ben toch iemand een beetje van het meten. Meten is weten. Ja, en dan heb je ook een heel klein beetje het effect van. Nou kan ik niks. Ik kan gewoon niet hardlopen met een telefoon in de hand. Ik zie soms mensen die hebben ze de hele weg hebben ze een telefoon in de hand. Ik kan dat niet, sorry. Dus als dat dan niet gaat, ja, dan houdt het op. Maar toen dacht ik van, nou weet je, ik heb nog een pasje voor de sportzaal. Nou, ook dat ging niet. Want ook daar, zoals de meesten weten die wel kijken, nieuwe kijkers weten dat misschien nog niet, of misschien wel. Maar wij zijn nu bezig met onze woonkamer die we aan het verbouwen zijn. En mijn vrouw had leuk aan, natuurlijk alle spullen uit de kasten gepakt. Waaronder ook mijn pasje en dan ergens in een doos geknikkeld. Welke doos? Ja. Dat weet je even niet meer. Maar goed, geef niet, ging voorbij, is over. Weken rust gehad, dan eigenlijk, dus eigenlijk 2 weken zeg maar, niet gelopen. Vandaag begonnen en ik moet zeggen, hij was wel lekker. Hij was wel lekker. Of dat het dan komt dat je dan toch wel even net die extra rust hebt gepakt en iets minder die drive of die drang hebt van ik moet of ik wil graag mijn prestatie van vorige week zo niet gelijk. Op zijn minst probeer te evenaren en dat ik dan mezelf die druk opleg. Doordat je dan wat geforceerder gaat lopen en daardoor eigenlijk juist moeilijker gaat lopen. Dus in plaats van dat je makkelijker gaat lopen, doordat je veel traint, ga je juist moeilijker lopen. Zo'n idee. Want vandaag 4 rondjes. 4 rondjes. En dat ging eigenlijk best lekker. Ik heb nog niet echt gekeken naar de tijden. Dat wil ik dadelijk doen, want het was druk. Ik moet zo meteen weer erom. Ook dat weten sommige kijkers. Dat ik daar naar Juliana moet. Want wij zijn in de voorbereiding. We zouden eigenlijk vanmiddag een oefenpotje hebben tegen de Treffers. Echter bij ons door wat personele problemen in verband met vakantie, wat kleine blessures. En dat we over 2 weken toch aan de competitie moeten gaan beginnen, hebben we uiteindelijk besloten. Nog een vraag neergelegd bij de Treffers of dat ze dan anders willen gaan spelen. 2 keer 35 minuten met iets meer doorwisselen. Nou, dat zou ik niet zo zitten. Dus ze hadden een andere tegenstander gevonden. Daar gaan ze morgen spelen. En nou, toen heeft de trainer gezegd van nou, dan gaan we gewoon trainen. Nou, dat is zometeen om 10:50. Maar omdat ik de verzorging doe, ben ik wel eerder. Dus moest ik weer vroeg gaan lopen. Maar blijkbaar is het voldoende, want je ziet het aan mijn gezicht. The sun is shining very hard. Dus ik ben lekker op tijd. Oké, in het bos is misschien altijd net wat frisser, maar ik vond het meevallen. Ik vond het lekker, lekker temperatuurtje. Dus ik vond het eigenlijk helemaal top. Nou ja, dat was het alweer. Ik ben er weer thuis. Ik ben er weer thuis. Dus dat houdt in dat ik deze vlog weer ga afsluiten. En dan zeg ik na al mijn vaste kijkers. Ik zeg tot de volgende keer. Voor de nieuwe kijkers even liken. Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op ons kanaal, of op mijn kanaal. Ons kanaal, bij Fabienne natuurlijk. Alleen de zondagmorgen vlog doe ik meestal alleen. Omdat Fabienne niet meegaat. Dus nogmaals, blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En dan zie je de zondagmorgen vlog steeds weer terugkomen. En voor nu zeg ik in ieder geval tot ziens en tot de volgende keer. Ciao!